Yo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video hier op Gamerstown. En vandaag is het maandag, het is 4 uur en het is weer tijd voor een nieuwe video. Het is tijd natuurlijk voor Black Ops 3. En de vorige aflevering hadden wij een huge ass spoiler. En dat was dat mijn armen waren eraf gerukt en de benen en dat wijf jankte. Dus heb je die video nog niet gezien? Kijk dan even naar de playlist. Vorige week staat van de aflevering van vorige week, dus aflevering nummer 2. En ik ga hier dus de hele. In deze serie ga ik de hele Let's Play doen van Black Ops 3. En we gaan erachter komen of we nog leven. Wat ik in het voorstukje heb kunnen zien, leefden we nog wel. Dus. New World, Zurich. Oktober 29, 2056. Ja, I'm still with you. Commentary train, welcome back. What? Do you know what's happening to you? No. I don't know. Well, let's say you are. Why not just go with it, right? After all, you can always wake up. Okay, ja, ik ben dus aan het dromen. Prima, prima. December 12th, 2054, 7:30 a.m. We're on board a private commuter train headed to the Zurich headquarters of the Coalescence Corporation. Who then? AI systems zijn interessant. Maar kan ik één ding wat zeker is? Dat is echt interessant. Ik leg zo wel uit waarom ik dat zo interessant vind. Maar voor nu even vragen, kijken wat ze hebben. Ja, oké, de trein ontploft. We worden gewoon flink hard opgeblazen hier, ook. Jongens. Oké, ik ben hier om te stoppen. Oké, prima. What's happening? Right now you're in a medically induced coma being prepped for surgery. You've got a new bit of hardware inside your head. It's called a direct neural interface, or DNI. I've got one too. That's how I'm able to communicate with you. Your DNI is what connects your mind with your new body and the larger world around you. Oké. De DNI. Prima. Oké, de DNI. Prima. Maar wat ik dus bedoelde met AI, ik volg een serie Person of Interest. Ik weet niet of jullie die ook kennen, maar dat is zo'n goede serie. En ja, dat is ook gebaseerd op een AI, oftewel een Artificial Intelligence. Dus, wow, oké. Maar dat is erg interessant. Dus als je die serie nog niet kent, raad ik je het zeker weten aan om die te kijken. Er zijn 5 seizoenen van. Oké, train go boom. Diaz, die heeft dat ook. Communication. We all gotta be in sync. Yo, Taylor, you're a fucking dick. You didn't hear shit? If I want to talk to you, the DNI transmits on a closed channel. I don't even have to think about it. Oké, prima, ja. Oké, fijn. Nou, prima. Dus nou moeten we gaan helpen. Daar waren die... nee, dit is zo'n 3-round burst wapen. Die kan ik dus echt niet hebben. Nou, we hebben de intro's binnen. Dan zijn we natuurlijk wat stiller. Dan kunnen jullie ook de intro horen. Kunnen we dat gewoon volgen zonder dat er al te veel gezegd wordt. Oh shit, dat is Diaz. Ja, jij mag nog een keer dood. Flanking right. Nee. Ja, prima. Ik weet het. Ik weet dat Call of Duty zo is. Ja, oké. Hij verdwijnt, dus dit is een simulatie. Dit is een simulation. Oké. Je hoeft niet direct zo te doen, hoor. Je mag ook direct even best wat aardiger worden.
Zo. Oké. Ja, dat is best wel, ja. Nou weet ik tenminste waar ze zitten. Ja, volgens mij is dat ook een beetje niet te gebruiken in het echte leven. Maar ja, hè, dit is een simulatie. We gaan zien wat er hierna komt. En wat er van ons terecht is gekomen nadat onze armen eraf gerukt zijn. En kijk, wat we worden op dit moment, zitten we in surgery. Dus ik weet nog niet of ik nou in die mode zit of dat is een friendly. Oké, granaatje. Au, oké. Duur granaatje. Mag ik eigenlijk weer een beetje wat horen of... Oh ja, nou zit ik dus in tactical mode. Nou weet ik dus dat hij daar zit en dat ik hem kan neerschieten. Oh nee, wacht. Hij leeft nog. Valt dood, goed zo. Hij valt dood. Yes, ik kan eindelijk verslijden. Use your enhanced mobility. It may take a little getting used to. But your confidence will soon grow. Try it for yourself. I got 100 says you can do it. Oh, wacht, Warrunner. Ja. Nee, dat ken ik wel. Zo, not bad, newbie. Man, ik zat ik was right behind you. Shots flashing red. Oké. Dan had je dat wel even duidelijker mogen vertellen dat daar een granaatje lag. Sorry dat ik het zeg, maar... Dat was... wil jij even weggaan? Ik ben niet zo gediend van mensen die in één keer voor me uitkomen. Ik weet... Oh, fuck. Ik dacht dat het daarheen zat. Maar jij was inmiddels alweer daarheen gemoved. Zo. Kijk, zo is het best wel... Ah, oké. Dat is kill zones. Prima, dan gaan we even hierheen. Want... Hoe ging ik dood dan? Not bad, newbie. Ja, prima. Walk, bitch. Ja. En die gozer, hij pakt hem. Jongens, bescherm me nou eens een keer. Ik kom net nog uit surgery, of ik ben nog in surgery. Simulaties, je wil al kijken wat er vast wat mijn DNA kan. Maar, If you see flashing red, move. Ja, prima. Komt helemaal voor elkaar. Yellow marked zones waren kill zones. Ja. Dat weet ik nou. Maar ja, toch. Zo, drie round burst. Jij zit daar nog. Kijk, nou heb ik jou ook. En Diaz, jij bent daar. Prima. Ja. Nee, prima. Not somewhere I wanna be. Maar dan moet je me dat ook even duidelijk uitleggen waarom ik daar niet mag zijn. Ja, omdat het killing dingen zijn. Move. Zo. Ja, daar ging weer een granaatje. Kijk, ik ga ze nou gewoon rustig gaan vermoorden, want ik wil niet weer dood. En het is op zich nog redelijk handig dat ik ze ook nog door de muur heen zie ook. Granaten. Grenada. Ja, die ligt op redelijke afstand. Ja, move. Kijk, lopen ze met z'n tweeën te kutten. Nou, prima. Zijn jullie nou allemaal dood? Ja, oké. Dat is hartstikke mooi, dat ze nou allemaal dood zijn. Oh ja, dan komt dit stukje. Dit stukje ken ik nog wel, ja. Oké. Als één van ons dus het wat ziet, dan ziet iedereen het. Oké. En zo hebben ze dus de... zo kan je dus zien waar iedereen zit. Oké, ja. Er zit enigszins een gelijkenis in dat het echt kan, ja. Maar. Dat is de technologie waar wij... Oh, kut. Ik kan nog niet zo hoog springen. Zo, prima. Jullie twee ook dood. Dan moet je nagaan, hè, dat dit een simulatie is, hè. Dus dit is allemaal al eens een keer gebeurd. Die trein is gewoon ontploft. Daar kunnen ze niks meer aan doen. Maar omdat dat zo'n ingewikkeld verhaal was, trainen ze er nou mensen mee. Altijd leuk natuurlijk, hè. Ik moet zo wel weer even ammo hebben. Nou, gelukkig staat daar zo'n ammo box. Als ze een klein beetje zichtbaar zijn, dan kan ik ze neerschieten. Oh, ja, oké. Ik ga ook echt volledig in het openbaar staan. Prima. Ja, oké. Ik schiet jou wel even neer.
Ja, je bent ook niet zo snugger, hè? Ja, jij ook niet. Je hoofd blijft ervoor staan. Ja, jij ook. Man. Oké, ammo resupply en lopen. Want ja, hè? Ze blijven granaten gooien, die gasten. Dan gooi ik dat ook wel. En dan hebben we daar nog een bom. Die we kunnen laten ontploffen. En dit is de laatste volgens mij. Hallo vriend. Hallo. Ga eens dood, goed zo. Oh nee, wacht, dat is de laatste. Ja. Als je dit basic drones noemt. Oké. These fuckers are easy. Oké, prima. Oké, prima. Ik heb je gehackt. Dit is hoog-laag en dit is schieten en inzoomen. Oké. Dus ik heb alleen deze en die nodig. Dus deze fuckers zijn easy. Oké. Wat? Waar moet ik op schieten? Oké, sorry. Oh ja, dat. Oké. Zo. Nee, hij gaat ook gewoon nog niet goed naar beneden. En dan ga ik me daarop focussen, terwijl ik ergens anders op moet focussen. Prima. Sorry. Ik word ergens vandaan beschoten. Hier dus. Prima. Ga vol als dood, man. Goed zo. Deze dingen bestuur je trouwens best wel kloot, hè. Maar... hé? Weet je, je kan er ook... Oké, mijn gun is even een beetje overhit. Fly up, ja. We hebben alleen een gun. Oké, ik denk we hebben misschien ook nog wel rockets, maar... die rockets mochten weer eens niet baten. Zie je, mijn drone is stuk. Ik wist het. Je moet die dingen moet je hebben, maar... oh. Ik wil jou hebben. Zo, oké. Nou heb ik als het goed is rockets. Dus dat is alvast wat mooier. En we hebben... kijk, ik pakte er dus eentje met de machine gun. Ik had deze al veel eerder moeten pakken. Zo, daar, hier hebben we rockets mee. Dit is leuk. Zo. Kijk, hier hebben we tenminste... hebben we wat blast radius. Waardoor ze doodgaan. En hebben we niet alleen maar kogels. En nou moeten we deze maar stuk schieten. Zo. Dat is voor John. Ja, prima. Als het nou niet mijn brain is. Want ja, ik weet dat een EMP een electric magnetic pulse is. Dus ja. Dat is... ja, prima. Dat had ik ook al zoiets. Dit is een pistol. Pistoltjes zijn altijd leuk, joh. Dan kunnen we hier naar beneden. Oké, ja, suppressor second level. Ja, prima. Ik moet dus nou die turret moet ik hebben. Ja. Ja, oké, dat weet ik, dat we de cyber abilities niet voor free hebben. En we moeten nou alle drones killen en dan komt het helemaal prima. Waar word ik vandaag geschoten? Oké, ik word hier nou van achter, hiernaast zo. Oh ja, ja, en hij heeft mijn drone stuk gemaakt hoor. En ja, prima, jou moet ik hebben. En dan moet ik jou hebben. Of is dat weer een turret? Ja, dat is een turret. Oké. Dat is een turret. En kom op, jij ook. Nou moet ik wel even goed blijven opletten, want dit stuk is ook kloten met al die turrets. En nou kunnen we deze gasten weer neerschieten. Dan is het even een stuk makkelijker.
Dan hoeven we niet zelf te gaan vechten. Oké, er worden nou granaten hierheen gegooid, dus ik ben waarschijnlijk zo dood. Jij mag ook even neer. Zoveel mogelijk mensen moet ik hier even mee gaan vermoorden. En nou wil ik exiten. Nou, dus exiten gaat stuk. Dus dat is een duidelijke uitleg. En dat is wel met Call of Duty games. Je krijgt eerst zoveel uitleg voor je neus geworpen. Van, hé jongen, hier moet je dit en dit en dit doen. Zo. Prima, ik boel any data. Oh, nee. Dit is our nightmare. Nee. Het is niet oké. Ja. Die camera spaced hem ook. Ik zie mezelf en dan zie ik hem weer. Ja. Prima. Ja, nou, ik zie een beetje pixelig hoor. Oké, kijk, dat is wel mooi. Heartbeat. Minder dan een seconde. Pam. Hup. Coalescence. Yeah. Yep, dat is helemaal waar. Oké, we gaan nu de Fire Son of a Bitch vinden. Helemaal goed. Maar vonden jullie deze video nou leuk? Druk dan op het blauwe duimpje omhoog. Voeg me even in je favorieten. En deel deze video met je vrienden op Facebook en Twitter. Bekijk ook mijn kanaal natuurlijk. Want ja, daar upload ik elke dag een nieuwe video. En dan morgen, volgende week maandag om 4 uur weer een nieuwe video van mij. Jongens, peace.